De inval maandagavond vond plaats in het Witte Huis hier achter mij. En we hebben de bewoonster gesproken. Ze laat weten dat het arrestatieteam op zoek was naar haar broer. 14 man sterk met kogelwerende vesten en met wapens. Maar haar broer werd hier niet aangetroffen. Ze wil niet voor camera reageren, maar vertelt wel dat de inval wat haar betreft rustig en zonder incidenten verliep. Al met al nam het ruim 2 uur in beslag. Het hele gebeuren heeft veel impact op haar en haar familie veroorzaakt. Ze heeft het gevoel dat ze er in de buurt op wordt aangekeken. Ze heeft vakantie, maar ze komt zo min mogelijk buiten. De inval is het gesprek van de dag hier in de buurt. Ik kwam er langsrijden en allemaal politie. Dat is eigenlijk het enige. En dan word je nieuwsgierig. Wat dacht u toen? Dat het niet normaal was. Dat dacht ik wel. Ja, toen zag ik een aantal politiemensen met kogelvrije vesten bij de woning wegkomen. En die hadden wat kisten bij zich, onderzoekmateriaal denk ik. En nou, ik heb er 5 minuten gestaan en toen gingen ze weg met een behoorlijke vaart. Alle 3 achter elkaar en een grote bus was erbij van de politie. Ik ken de desbetreffende persoon in kwestie ken ik niet. Ik wist niet eens dat die man daar woont of dat hij daar kennis heeft. Dus ik sta daar wel van te kijken. Ja. Wordt er veel gesproken over in de buurt? Heel veel. Ja, echt heel veel. Wat wordt er dan gezegd? Ja, iedereen wil weten wat er aan de hand is natuurlijk. En je hoort allemaal verschillende verhalen, maar ja,